wel de volgende dag, want ik ben het gisteren nog vergeten te filmen, dat wat er gebeurt als je die blur dus opsmeert, dan even het plekje in de gaten houden. Als er maar geen ouderdomsvlek is. Maar in ieder geval, je ziet dat die ergste lijntjes hier gewoon een stuk fijner zijn. Maar ik weet niet of het goed op beeld komt. In ieder geval, ik ben er heel blij mee, alleen niet met dit plekje wat ik sinds gisteren gezien heb. Maar dat dus, en dan ga ik me nu vandaag toch opmaken. En weet je wat zo fijn is? Deze set kwasten, daar zit dus een papiertje bij, dat je dus exact kan zien waarvoor je welke kwast nodig hebt. Nou, dat is voor mij heel handig. En dit gebruik ik dan nu als een soort van foundation, dus gewoon ja, getinte dagcreme, BB cream. En dan gaan we alles uit het laadje halen. Zo, het is vandaag dus de volgende dag. Ik denk, ik pak hem nog even mee. Je kan heel goed naar mijn uiterlijk ook heel goed zien. Maar je kan ook heel goed zien dat ik dus die grijs, die zilver shampoo erin heb gedaan, heb in laten trekken. En kijk, je ziet, ik heb dus echt alleen, zie je, dus alleen hier langs de zijkant, hier, want hier voor de rest zit niks, heb ik dus die lichte plukjes gemaakt. En ja, ik krijg dus echt, want het is nu de volgende dag, ik heb het niet gefeund, helemaal niks aan gedaan. Maar het is gewoon één laagje, geen krullen. En de rest krijg ik dus steeds meer krullen. Lang leven de overgang. Het heb ook nog positieve dingen. Ja, ik moet nog een BH aandoen, dat klopt. Nou, even haartjes uit mijn gezicht. En dan moet ik me, kan ik een beter timelapse zetten en me dan op gaan maken. Ik denk dat dat makkelijker is, want anders gaat het denk ik gewoon veel te lang duren. Maar ik begin met een BB cream. Oeh, wat een verschil. Zo. Maar ik heb veel te veel gepakt, want ik voel dat het veel te lang moet uitsmeren. Nou ja, even zorgen dat het overal zit. Ik begon dus ochtend met gezicht schoonmaken met micellair water en een watje. Dan doe ik dus van OJ die eye masks op. Maar daar heb ik, dat heb ik wel gefilmd. En ondertussen dat die eye mask, dat ik die laat intrekken, doe ik de ene keer een hyaluronzuur, hoe het mag heten, serum op mijn gezicht. Of de vitamine C, dat wissel ik een beetje af. Als dat ingetrokken is, dan doe ik dus de blur, die dus de fijne lijntjes weghaalt. En dat echt zo lekker zacht op je huid is. Dus dat is echt waar ik mee begin. En daarna in plaats van foundation doe ik dus of een BB cream op, of ik doe inderdaad dus een dagcreme. En dan doe ik de BB cream van OTA doe ik op. Dus dat wissel ik ook een beetje af. En ik heb sinds kort een contourpalet, wat ik doodeng vind, wat ik ga gebruiken. Want het schijnt dat je crème make-up dus toch beter is als je ouder bent. Dus ik moet, oh nee, dit is poeder. Ik moet die crème hebben, wat je op TikTok allemaal ziet, maar dat kan ik hier niet vinden. Blush, highlighter, contouren. Dit vind ik ook nog steeds niks, een concealer. Nou, natuurlijk mascara, lippenstift. Die doen we altijd vast op, want dat vind ik altijd heel erg lekker op mijn lippen. En dan zie je al iets van verschil. Oh. Die crème moet ik niet meer gebruiken, die is gewoon erg te donker. Mijn fixing spray, een andere lipstift, oogschaduwpaletje, blender, wenkbrauwmascara. Nou ja, en eventueel kan ik nog iets gaan vogelen met of dit op mijn wenkbrauwen zo te doen. Dan ben ik meestal wat sneller klaar. Het ligt eraan. Bronzer moet ik natuurlijk hebben. En waar heb ik allemaal zin in vandaag? Mijn wimpertjes knijpen. Nou, dan heb ik alles wel liggen. Timelapse, sorry, dat voel me nu heel dom. Werkt dus alleen als je stilstaat. Of voor stille beelden. Dit is een soort van primer die je dan eerst moet doen. En dan nu.
toch met dat licht, dat ik zo moet wennen of het in die spiegel zie ik aan één kant maar goed het licht en aan de andere kant dus niet. Dus ik vind het een partij moeilijk, want ik glim nu hier aan alle kanten. Waar heb ik een probleem mee? Is concealer, highlighter en nu die crème blush. Dat, ja, ik vind dit ook niet mooi boven mijn lippen. Nou ja, oh, ik moet nog even sprayen. Ik vergeet nog iets, maar ja, ik twijfel of ik dit wel mooi vind. Nou ja, we gaan het officieel afmaken. Dan moet het nog lekker blijven zitten ook. Maar ik wou het bijna helemaal afhalen. Ik vind hem iets te donker voor een dag make-upje, maar oké. Okay. Ik voel me wel dat lekkerder met make-up op. Alleen nu durf ik niet mijn nieuwe kleren aan te doen. Maar dat geeft niet. Ik ben er voor vandaag weer en ik wil gaan schilderen. Maar ik ben eerst nog andere dingen aan het doen. Editen. Doei. En dat is een nadeel. Als je hebt opgemaakt dat het één teringzooi is. Dus ik ga het weer even daarin allemaal doen. Opruimen en in mijn laadje. En alleen vies. Ging het maar echt zo snel. Haha. Nou, ik ben nu aan het editen. Ben ik gewoon helemaal vergeten. Ja, ja, in deze video te praten. Dus ik doe het een hele korte, aparte, snelle video iets laten zien. Maar ik kwam net in één keer, althans ik kwam met gisteren achter, met edit eergisteren, dat ik hier dus in één keer dus de intro's op hier allemaal kan vinden. Ook het laatste scherm. Dat heb ik dus nooit geweten. Ik weet dus niet of dit nieuw is, want ik heb dus bijna een jaar niet geëdit of dit nou erin zat of dat ik dit een update is. I don't know. Maar je kan het dus inderdaad zien aan mijn nieuwe intree. Dus dat, ik moet nog even hier even nog een bestand toevoegen. Macaroni, spaghetti, lof, celery om sap van te maken, rode lof voor mijn poppetjes, appels die waren in de aanbieding, wortels met een roebak met champignonnen en fruit, lasagne, sla, cherry tomaatjes, dropjes en paprika, ja ja, toch koekjes, spaarrood, spaarcitroen. En twee komkommers en ik had ook kokosbrood en gember en anijs en kruidnagel en uien. Dat waren mijn boodschappen voor €52 bij elkaar. Dit, wat is het toch duur hè. Maar dankjewel pap weer. Ik ga mijn koelkast vullen. Ja. Yeah.